Thomas, vanavond een pijnlijke nederlaag in Eindhoven. Waar ging het eerst zelf? Wat maakt het zo lastig voetballen voor jullie? Het veld is niet heel makkelijk, maar dat is geen excuus. We hebben gewoon slechte prestatie neergelegd, denk ik, vanavond. Gewoon kut. Ja, toch was er de eerste half uur niet heel veel aan de hand. Jullie gaven ook niet heel veel weg. Nee, ik denk dat als ik het goed heb, maar ik moet het nog terugzien, hun misschien 1 à 2 keer voor de goal zijn geweest, waarvan 1 goal. En daar staan we niet op te letten. We moeten de voorzet blokken, denk ik. En aan de andere kant hebben we ook net geen geluk dat hij een keer binnenvalt. Maar we dwingen het ook niet echt af vanavond. Ja, want jullie waren eerst zelf met name nog gevaarlijk via dode spelmomenten. Wat maakt het zo lastig om bijvoorbeeld de buitenspelers te bereiken? Wat jullie normaal echt heel goed lukt altijd. Ja, ik heb er geen antwoord op dit moment. Ik moet even terugkijken en kijken wat er ontbreekt bij ons aan het spel. Maar dat het beter moet, lijkt me meer dan duidelijk. Ja, dan ga je de rust in met een 1-0 achterstand. Wat moet er dan anders in de tweede helft? Wat werd er gezegd? Dat we meer moeten gaan voetballen. Dat we misschien wat daarin te angstig zijn. En ik denk dat we dat tweede helft hebben gedaan ook. Maar we zijn niet echt tot grote kansen gekomen. En ik denk dat het daar vooral aan ontbreekt. Ja, waar komt die angst dan vandaan? Ja, kan ik niet uitleggen. Ik weet ook niet of het angst is, maar in ieder geval, we kwamen niet aan het voetballen. We komen niet aan het voetballen. En we hebben daar goed op getraind de afgelopen week, alleen komt er niet uit. Ja, dan de laatste pak een beetje 20 minuten nog tegen 9 man. Wat kon het toen beter? Daar hebben we veel met de voorzetten gewerkt. En wat ik begreep was er op de 16 heel veel vrijheid. Daar ligt denk ik de sleutel vandaag. Is er ook een stukje pech op het eind dat hij dan net niet binnenvalt een paar keer? Ja, tuurlijk is dat ook pech, maar je dwingt het ook niet echt af vandaag, vond ik. Ja, nu de januari maand is een einde. Een teleurstellende maand, denk ik, voor jullie. Ja, absoluut. We hebben niet gewonnen. Kijk, Eagles thuis, dat reken ik niet mee. Dat is voor de beker. Maar we hebben 2 keer verloren en 1 keer gelijk gespeeld. En dat mag ons niet overkomen hier. Dus we moeten de koppen dezelfde kant op houden en keihard werken deze week om vrijdag revanche te halen. Top, succes komende week. Dankjewel.